niet wel het filmpje uit zo hip zijn begonnen als dit. Nee. Lekker, hè? Ja. Zullen we beginnen? Oké. En waar gaan we het over hebben? Nou, dag kijkers. Oh ja, dag beste kijkers. Ja, leuk. Nou, onze kijkers kunnen maar blij zijn. Dat is, onze dat filmpjes. Want ja, dan kunnen we ze even bijpraten, hoe ze niet allemaal te lezen. Precies. En wat ook handig is, dat de camera scheef staat. Waarom? Nou, dan kun je zien dat jij in Grupma bent geweest. Ja. Nou. Grupma, tof joh. Kan ik iedereen aanbevelen. Oh, goed zo. Ja. We gaan het even hebben over de Cross Media Awards. Oh, leuk. Even updaten. En het is gisteren, als je dit filmpje dan tenminste vandaag bekijkt, zijn de mensen weer aan het werk gegaan in Zuid-Holland en Utrecht. Mm-hmm. En dan zuiden van het land week daarna en de week daarna Noord-Holland. Maar goed, en de rest van de wereld. Ja, precies. Maar toch even goed om even in de gaten te houden. Want voor op het to-do-lijstje, daar moet eventjes bovenaan komen te staan. Insturen voor de Cross Media Awards. Ja, en het liefst met gezwinde spoed. Ja, niet schrikken jongens. Komende, en meisjes en mensen. Komende vrijdag, deadline. Hallo, ding dong. Komende vrijdag al, joh? Ja, ik had alle macht. En de komende vrijdag, wat voor datum is dat? Dat staat gewoon allemaal in onze agenda. Ik denk dat als iemand dit ziet over 3 weken en je zegt komende vrijdag. Ja, dat nou, zei ik ook als je het filmpje vandaag bekijkt. 25 augustus. Ja, vandaag. De laatste inleverdag. Laatste inleverdag. Cross Media Awards. We hebben een aantal categorieën. Ik zeg hoofd 8 of 9, maakt niet uit, een aantal. 3 gaan er op voordracht. Die hebben we al gehad. Dat zijn de belofte. Ja. Recordaantal voordrachten. En daar hebben we ook al genomineerden zijn al vastgesteld door de Cross Media Awards jury. Het zijn er 10. Daarvan hebben we al het eerste interview met de eerste belofte staat al online. Dat is heel leuk. We hebben ook een record aantal mensen die zijn voorgedragen voor Cross Media Persoon van het jaar. Op dit moment komen de juryscores binnen. Dat wordt ook heel leuk. Daar komen, ieder moment komen die binnen. Zoals het er nu uitziet, komen daar, hangt van de score af, ofwel 4 ofwel 5 genomineerden komen daar uit. Dat gaan we vrijdag bekendmaken. Mm-hmm. En dan komen ook de juryscores binnen voor Cross Media Adverteerder van het jaar. Ook een hele vette categorie. Vorig jaar winnaar de vegetarische slager. Vorige dagen door Mindshare. Heel leuk. Nou, dat, zoals het daar nu naar uitziet, komen er ook wel 4 of 5 nominaties uit. En dat gaan we misschien morgen al bekendmaken. Echt waar? Ja, maar weet je wat een actie allemaal? Ja, veel actie. Maar dat hangt er ook vanaf. Die adverteerders, ook die Cross Media persoon, die moeten de nominatie ook nog wel even accepteren. Dat is waar. Gaan we ja, dat hoort erbij. Mensen een dikke interview doen. En dat, dat zijn dan de cases die naar de jury gaan. Daarom gaan die voordrachten altijd eerst voor de cases uit. Ja. We hebben ook cases binnen. De eerste case hebben we al gepubliceerd van Libelle. Hartstikke leuk. Andere cases zijn ook binnen. Ze hebben aan het processen. Dus de komende vrijdag, dat is 25 augustus, inleveren voor Cross Media Bureau. Oh, cool. Cross Media Exploitant. Geweldig. Cross Media Event. Cross Media Innovatie. En natuurlijk een Cross Media Case. Laten we dat zeker niet vergeten. Laten we dat niet vergeten. Zal ik eens even kijken. Hey, en als er mensen nou jou bellen met ik haal het niet vrijdag, wat gebeurt er dan? Nou, dus nu meteen al de mocht je het nou niet halen, bel mij even. Telefoonnummer staat op de website, je kunt me ook mailen, maar bellen is meer brand safe, zeg maar. Of WhatsAppen kan ook, als je weet hoe dat moet. Maar dan moet je wel jouw telefoonnummer hebben. Want het staat er overal bij, gek. Ja, weet ik wel. Dus dat is dan makkelijk. Ja, heel makkelijk. Ik kijk nog even naar de. Meestal vergeet je dan een categorie. Dat is heel. Nee, volgens mij niet hoor. Case, exploitant, bureau. Ja. Wel? Cross Media Merk.
Ach, hebben we ook nog. Nee joh, inderdaad. Cross Media Merk van het jaar. Potdorie. En speciaal omdat ik die vergeten was te noemen, zal ik even zeggen wie het Cross Media Merk van vorig jaar was. Dat hebben we hier op een lijstje staan. Ja. Ik bedoel alles eventjes. Vorig jaar, Cross Media man. Ruud de Lange. Ruud de Lange. Onvergetelijk. Ja, dat was toch heel erg leuk. Heel leuk. Cross Media Bureau Denso. Zo, die waren blij zeg. En terecht. En nou, we hebben het al gehad. Cross Media Slager. Slager, vorige dagen de Mindshare. Cross Media merk heette Donald Duck. Ja. Wat een merk was dat zeg. Nou. Heel erg. Cross Media Innovatie die ging naar Wavemaker. En dan hebben we het Cross Media Event. Dat ging naar de KNVB. Ja. Voor de UEFA Futsal Euro 2022. Ja, dat was ook een heel mooi project was dat. Ja. Echt goed gedaan. Ja. Nou, Cross Media Case hebben we altijd in verschillende categorieën. Omdat we daar veel inzendingen krijgen. En laten we ons nu even beperken tot goud. En dat werd gewonnen door... Alweer Wavemaker. Ja. Met de Netflix Squid Game Red Light, Green Light. Dat was toen echt een ding. Ja. Ach, we noemen ook de zilverwinnaar. Echt? Hij natuurlijk kan ons het schelen. Born on Fire van Zilver voor Sieren. 1 op 13 kinderen in ons land leeft in armoede. Laten we het daar eens over hebben. Zilver ging naar Albert Heijn. En Digital Enterprises, voetbalpassie. En zilver ging naar DPG Media, Rabobank, de kracht van sterke schakels. En nu weet ik zeker dat ik eentje vergeet. En dat is ook zo. Dat is de Cross... En dat is de Cross Media exploitant. Ja. En dat is DPG Media. Ook. Nou, dat van harte gefeliciteerd allemaal, nogmaals. Ja, en wij zitten ons nu alweer te verheugen op wie we... komend jaar, of eind van dit jaar, om lekker kunnen gaan feliciteren. Dus lekker insturen. Ja. Je vindt alles op crossmediaawards.nl. Mocht je in tijdnood komen, of heb je vragen, van wat voor aard dan ook. Bel even, WhatsApp even, mail even. En dan komt het dik in orde. Ja, dat klopt. Was dit het weer? Ja. Oh, jeetje. Nou ja, moet je niet altijd nog even herhalen. En zo, succes dat, met schrijven van de cases. Ja, en... Oh ja, en niet vergeten dus, mocht je het allemaal heel moeilijk vinden om het allemaal op tijd af te krijgen, bel Bas. Schroom niet. Dat zou ik willen zeggen. Groetjes uit Hamburg.